Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag ben ik weer met... Mila! Jee, we vallen uit beeld. En het is een tijdje geleden dat ik een video heb gemaakt, maar dat maakt niet uit. Ik ben er gewoon weer en we gaan gewoon door. Vandaag heb ik weer een hele leuke video voor jullie, namelijk... 7 types bij Meet & Greet. Fangirls. Ja. Ja, dus we gaan een soort van een beetje sketches laten zien hoe het eraan toe gaat bij Meet & Greet. You'll see. Let's go! Type 1. De relaxte fan. Deze fan doet alsof het allemaal heel normaal is en dat deze persoon helemaal niet speciaal is. Gewoon alsof het eigenlijk de beste vriend is. Oh, volgende, kom maar! Hey! Hey! Hey, meid! Hoe gaat het? Goed hoor, met jou. Ja, goed. Zullen we een foto maken? Ja, is goed. Nou, wil je nog iets anders? Nee, dankjewel. Oké, nou doei! Doei! Type 2, de hugger. De hugger is iemand die zijn favoriete celebrity de hele tijd omhelst en maar niet loslaat. Volgende! Hi! Hey! Nee hoor, alleen die knuffel. Ja, doei! Doei! Type 3. De hysterische fan. Deze persoon is helemaal blij en hysterisch. Alleen maar oh my god aan het roepen. En is gewoon heel erg druk. Volgende. Oh mijn god! Ben je echt Ik heb echt nooit verwacht dat deze dag naar boven. Oh mijn god! Ik sta echt te trillen. Oh mijn god, ik ben zo kwaad. De emotionele fan is gewoon de persoon die elke keer huilt en huilt bij zijn favoriete celebrity. Volgende! Hoi! Het komt goed. Zullen we een foto maken? Gaat het? Ik ook van jou. Ik weet ook. Dankjewel. Alsjeblieft. Nog een leuke dag. Type 5. De verlegen fan. Deze persoon is zo blij om de favoriete celebrity te zien. Dat ze gewoon niks durft te zeggen en heel verlegen is. Ahem, ja, volgende kom maar hoor. Type 6. De coole pose fan. De coole pose fan is degene die super creatief is, met hele leuke poses en altijd origineel is. Volgende! Hey! Hey! Oké, ik heb echt een heel leuk idee voor een pose. Oké, kijk, ik ga op je rug. Zo. Ja, is dat goed? Ja. Zo, en dan zo, en dan zo, en dan... Ja, dat was het. Nou, dankjewel. Doei! Doei! Type 7. De geen geld fan. Deze persoon zijn we allemaal wel eens. Deze persoon heeft gewoon geen geld om naar een meet & greet te gaan. En die ziet thuis op de bank allemaal filmpjes van allemaal dingen. Ja, dit gaat zo. Lieve fans, ik sta nu op dit moment bij de meet & greet. Het is echt super leuk. Iedereen heel erg bedankt voor het komen. En als ik je zo meteen nog ga zien, post dan vooral alle foto's. Ik heb er heel veel zin in. En tot zo! Nou, dat waren dan alle 7 types bij een meet & greet alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En zo ja, doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. En het kan hier beneden. En laat ook nog een leuke
reactie achter. Teamwork dit. Of laat ook weten waar je fan van bent, dan mag ook. En wil je nou meer van ons zien, volg ons dan op Insta, Snapchat. Het staat allemaal hier beneden in de beschrijving. En doei. Bye. Ik heb niet echt een vaste outro. Nou ja, dat was het dan. Ja, dag. Doei. If you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.